Ik ga het even hierop zetten en dan ga ik het er proberen uit. Oh, I have a problem. Alles nog dicht. Oké, het is open. We gaan het erin doen. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Hey, hey. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. Nu vragen jullie zich af, wat gaan we leuk doen? Wel, ik heb in de Action zoiets gevonden. Een potje waar je zelf je slime kunt maken. Ik weet het, lieve mensen, ik weet het. Er zijn al heel veel slime video's rond YouTubers. Maar ik heb nog nooit een slime video gemaakt. Ik heb zelf alleen eens een slime gemaakt, maar nog nooit in een video gewerkt. Dus, maar deze is iets speciaals. Dus kijk. Make your own slime. We gaan proberen of dat deze echt wel gaat werken, ja of nee. Dus ik doe het even open. Ah, trouwens, wat vinden jullie van mijn nieuwe oorbelletjes? Mooi, hè? Oké, we gaan het open doen. En wat zit er daar nu allemaal in? Deze zit erin. Dat is de slime activator. De slime activator. Dus als je dat erin zou doen, dan zou dat moeten kunnen slime worden, denk ik. Ik hoop dat de belichting een beetje goed is, lieve mensen. Want het is hier nog wel vrij donker in huis. Maar ik heb mijn lamp aan dat op mij moet gericht zijn. Ah, stokje om te roeren. Een lepeltje om te eten. Nee, Katja, dat is niet om te eten. Dat is ook om te roeren. Dan, wat hebben we hier nog in steken? Een maatbekertje, lieve mensen. Baking soda. Als dat nog niet gaat werken, dan weet ik het ook niet. Wat is dat? Ah, de slime glue. Ja, lieve mensen, sorry dat ik ook Engels spreek, maar ja. Het staat ook allemaal in het Engels opgeschreven, hè. Slime glue. En wat hebben we dan nog? De kleur, en ik heb roos. Dat is zo poeder dat daarin zit. Roospoeder. En ja, dat gaan we daar ook in doen om de slime roos te maken, natuurlijk. En wat zit er nog in? Gebruiksaanwijzing. Oké. Nummer 1. Oké, ik heb mijn bril niet aan, dus ik zie niet zo goed. En ik hoop dat ik het juist erin ga doen. Volgens mij... Oké, als eerste moet ik de slime glue erin doen. Dus dat gaan we hierin doen. De slime glue. Raar. Het ruikt naar niks. Echt raar. Ik ga het even hierop zetten en dan ga ik het erop proberen. Oh, I have a problem. Alles nog dicht. Oké, het is open. We gaan het erin doen. Ik zal het zo houden. Zo, de slime glue zit hierin, dames en heren. Alles eruit krijgen. Fantastisch. Dat ruikt dus echt naar niks, hè? Die slime glue heeft echt geen enkel geur, heeft deze. Dat is echt raar. Normaal gezien, lijm ruikt toch. Deze lijm niet. Echt raar. Sluiten we dat terug opnieuw. Oké. Deze goed ingepakt in de Action. Krijg het weer half niet open.
Dus ik moet een klein beetje van dat roos erin doen. En dus dat mag er nu in, sorry. Oké. En de bakingpoeder moet er ook in. De sodapoeder, ja, of de baking soda. Maakt niet uit wat het is. Dat moet er ook dus in. Ik hoop dat dat gaat werken, hè, lieve mensen. Ik ben niet zeker. Oh my god. Zo. Als dat erin is, moet ik het 2 minuten mengen. Het is maar heel slijmerig hoor. Maar ja, de activering zit er nog niet in, hè. Het is alleszins wel een heel mooi roze kleurtje. Ik hoop echt dat het gaat werken, lieve mensen. Ik hoop dat echt. Oké, wat moet ik nu doen? Nu moet ik de activator erin doen, dus de slijmactivator. Volgens dat papiertje moet ik het eerst maar half erin gieten, dan eens roeren en dan de andere helft erin gieten. We gaan proberen, hè. Dat is echt raar, hè. Oké, dat is al een beetje erin. En nu gaan we nog eens mengen. Aha, het wordt slijm, lieve mensen. Zo heel slijmerig en het is echt zo een papje geworden, hè? Oh my god, het is al echt een slijm geworden, lieve mensen. Kijk. Maar het rare is. Kijk. Mijn slijm. Ik heb wel nog heel veel van die slijmactivating over. Volgens daar zou ik zeggen dat je nog een kwartier moet mengen met je handen. Maar er blijft niks aan mijn handen plakken. Dus ik moet zeggen, het is een hele goede slijm. Kijk. Ik kan het zelfs. Ja, het is van een action, hè. Dus het is gelukt, lieve mensen. Ik heb mijn eigen slime. Ik vind hem wel nogal vrij hard, want hij scheurt gewoon. Dus echt van heel goede kwaliteit is hem niet. Normaal gezien, echte slijm gaat niet zo snel stuk. Het is ook maar een heel klein beetje, zoals je kunt zien. Het is echt zo. Maar de kleur is heel mooi, alleszins. Het is zo van dat blinkend roos. Echt heel mooi. Zie? Heel mooi. En daar kun je dan mee spelen.
zodat ik mijn slime gemaakt heb. En ik heb niks. Het voelt gewoon aan als water. Het voelt zelfs eigenlijk aan als waterslijm. Raar maar waar. Nu alleszins mijn slijm is gemaakt, ik heb mijn own slijm gemaakt. Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Dus waar kun je deze kopen? Gewoon in de Action. Wil je dat ook eens thuis proberen? Ga gewoon naar de Action en koop deze slime. En je zult zien, het werkt. Je kunt daar eigenlijk een perfecte slijm inderdaad mee maken. Het is eigenlijk niet moeilijk. Iedereen kan deze echt wel maken. Het is echt niet moeilijk om te maken. Dus Action, koop deze en probeer het zelf eens uit en het gaat wel lukken. Deze slijm was ook heel snel klaar. Ik wist niet dat het zo snel ging klaar zijn, maar oké. Dus lieve mensen, vonden jullie deze video toch een hele leuke video? Doe alvast zeker een dikke duim omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal en vergeet ook niet het belletje aan te klikken naast de abonneerknop. Want zo blijf jij op de hoogte van elke nieuwe video die ik post. Ook deel mijn video's met andere mensen en laat ook deze mensen eventjes abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende nieuwe video. Tot later. Dag. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round.